Kreeft, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand september. Zo, we gaan even kijken wat er aan de hand is. Welke boodschappen je mag ontvangen. Voor het collectief, alle kreeften. Voor de kreeft. Kreeft. Het kan zijn dat je op dit moment je zorgen maakt in verband met je geluk, of in verband met een relatie, of in verband met ga ik ooit wel nog een emotionele beschikbare relatie hebben. En die gedachtes blijven nu eigenlijk een beetje doen stilstaan, een beetje negatief over nadenken, een beetje mallemolen, daar onbewust met angst te zitten. In verband met uw geluk kan zijn in verband met uw gezin, of het kan gewoon voor anderen onder jullie die single zijn, die het gevoel hebben van ga ik eigenlijk wel nog een relatie hebben, maar uiteindelijk is dit allemaal een groeiproces en ligt er hier een nieuw begin in overvloed. En sommigen onder jullie zijn mama, hebben kinderen, niet iedereen natuurlijk. Ik heb geen kinderen bijvoorbeeld, maar het brengt u wel een beetje van stagnatie, vastzitten en niet vooruitkomen door de negatieve gedachten in verband met uw geluk of in verband met een relatie die je op dit moment niet hebt. Maar er ligt hier een nieuw begin in overvloed, dus dat wil zeggen geld die naar u toe kan komen en een nieuwe relatie die naar u toe kan komen. Nu natuurlijk, Venus staat in haar eigen teken, weegschaal, dus verwacht echt wel heel veel liefde nu. Op dit moment, maar aangezien dat Neptunus retrograde is, probeer echt wel die roze bril af te doen en goed te luisteren naar uw intuïtie, welke intenties deze persoon naar u toe geeft. Want er hangt echt heel veel liefde en harmonie in de lucht. Dus we gaan even kijken, een keer clarify en zien wat er meer mag uitkomen. Onderaan heb ik wel het gevoel dat jij toch emotioneel open staat voor een relatie. Je bent er klaar voor. Maar je hebt juist nog die kleine negatieve gedachtjes die nu het gevoel geven van stil te staan, vastkomen. Dus je mag eigenlijk anders denken. Je kunt gaan en staan waar je wilt hoor. Als je maar losrukt van deze negatieve gedachtes. Dus we gaan even kijken. De keizerin ligt hier en onderaan ligt de keizerin hier ook, dus het is wel een duidelijke boodschap voor u. Je zit op dit moment in een groeiproces, maar er ligt hier echt een nieuw begin in overvloed. Dus karmische gerechtigheid die naar u toe komt, maar je maakt u eigenlijk zorgen van, kan ik iets opbouwen met een bepaalde persoon? Het kan zijn dat deze persoon al in uw leven is, dat je te maken hebt met een stier of een weegschaal, hoeft natuurlijk niet, maar je maakt u daar zorgen in, van kan ik een fundering leggen om iets op te bouwen? Kunnen wij teamwork is a dreamwork hebben met elkaar? Kunnen wij elkaar waarderen? Kan ik met een bepaalde persoon iets oplossen, uitwerken, fixing things? Maar er moet eigenlijk wel balans komen. Dus er is wel een bepaalde persoon, het kan zijn dat je deze al kent, dat dat iemand is die zelf verantwoordelijkheid gaat nemen om de plooien glad te strijken, om eerlijk te communiceren met de waarheid. Want er komt karmische gerechtigheid en er ligt hier een nieuw begin in overvloed. Dus het zou kunnen
Kreeft, als jij uit je hoofd komt, uit deze kleine negatieve gedachtjes, is er wel iemand die een fundering wilt leggen om iets op te bouwen. Want er is wel iets nieuws dat naar je toe wilt komen. Dus karmische gerechtigheid ga je ontvangen. Maar het kan zijn dat je nog eventjes in balans gaat moeten komen met jezelf. Het kan zijn dat via via is, dat je iemand zou leren kennen, via vrienden. Het kan zijn dat er iemand is die iets wilt opbouwen hoor. Iemand die u echt ziet als het totale pakketje. Iemand ziet u als de keizerin. Ik heb die twee keer trouwens. Ja, het is eigenlijk nog geheim. Het is iets wat je eigenlijk nog niet gaat zien aankomen. Er komt karmische rechtigheid. Er gaan bepaalde situaties in balans gebracht worden. Het kan zijn als deze persoon op je pad komt dat je gaat wikken en wegen. Maar dat je het voor jezelf gaat houden. Hij gaat echt de kat uit een boom kijken, heb ik het gevoel. Die verder kijken. Voor sommigen onder jullie is er een separatie. Kan het zijn dat er even een time-out is tussen u en een bepaalde persoon, maar je weet nog niet dat deze bepaalde persoon op je pad gaat komen om iets uit te werken, iets uit te klaren, iets op te lossen. Want het is iemand die je wel ziet als het totale pakketje. Er moet een bepaalde situatie geheeld worden, zodat die commitment kan ontstaan tussen jullie beiden. Je gaat wel moeten luisteren naar je intuïtie, maar er is wel heel veel geduld nodig in verband met deze situatie. Maar je gaat nieuws ontvangen, maar probeer wel nog me-time te nemen, want er is wel nog een gebroken hart die je op dit moment eigenlijk wel nog voelt. Ja. Ik denk dat je te maken hebt gehad met iemand die nog te veel angsten heeft, die dat nog niet heeft geheeld, verwerkt, doorstaan heeft. En deze persoon is echt gaan lopen, vandaar deze separatie. Dus ik heb wel het gevoel dat ik aan het babbelen ben tegen de mensen die op dit moment geen contact hebben met een bepaalde persoon. Het kan zijn dat deze persoon wel sukkelt met het innerlijke kind. Dit is iemand die in balans moet komen, die toch wel dromen heeft. Het is ook iemand die in een ontwikkelings- en een groeiproces zit. Maar het gaat wel positief uitpakken, want dit is eigenlijk de les die mocht geleerd worden. En het is een vervulling. Dus ik heb wel het gevoel dat er karmische gerechtigheid gaat komen tussen u en een bepaalde persoon. Het kan zijn dat deze persoon wakker gaat worden en gaat zien van kijk, jij bent voor mij eigenlijk het totale pakketje. Jij bent eigenlijk de moeder van mijn kinderen. Ik zie eigenlijk alles in u. Er gaan hier dingen uitgesproken worden, eerlijk uitgesproken worden, maar je ziet het eigenlijk niet aankomen. Ja, er is nog een gebroken hart. Is het van u, is het van de andere persoon? Het kan zijn dat het van nu is. Ik ga dat er een keer dieper op ingaan. Ja, het is eigenlijk een spirituele les die moet geleerd worden. Het kan ook zijn, de separatie die jullie hebben, kan het zijn dat je meer open gaat staan voor de spiritualiteit en dat jij uiteindelijk de sleutel gaat vinden.
Je mag eigenlijk ook nog je gebroken hart gaan healen. Je mag echt wel in balans komen, want er komt karmische gerechtigheid. Voor sommigen onder jullie gaat bepaalde situaties achter een gesloten deur houden. Het kan zijn dat er op dit moment wat moeilijke situaties zijn tussen u en een bepaalde persoon. En dat deze bepaalde persoon is gaan lopen, waardoor dat jij een gebroken hart hebt. Maar uiteindelijk staat jij geaard. Je valt hieruit als de keizerin. Dus dat is eigenlijk al heel, heel goed. Maar ik zie je wel opnieuw gelukkig worden. Is het met deze persoon? Ik weet het niet. Is het iemand nieuw die op je pad gaat komen? Want er komt voor u sowieso karmische gerechtigheid. Niets anders dan de waarheid komt naar boven. En het is een groeiproces. Dus we gaan even kijken naar de 10 van kelken. Ja, er wordt hier eigenlijk een relatie gemanifesteerd. Er kan hier iets niet losgelaten worden. Sommigen onder jullie, is dat iemand waar je mee samenwerkt? Of is dat iemand die je kent als collega? Dat is niet voor iedereen, hè. Maar er is hier iemand dat je niet los kan laten. Of jij kunt een bepaalde persoon niet loslaten. Dit is iemand die uiteindelijk wilt investeren. Die moeite wilt doen, in een vorken wilt doen. Dit wordt eigenlijk allemaal gemanifesteerd. Het kan zijn, kreeft, dat jij een emotionele beschikbare relatie aan het manifesteren bent. Dat jij aan het manifesteren bent van, ik wil een man die wil, of ik wil een vrouw. Ik wil een persoon die in mij wilt investeren. Die wilt investeren in onze relatie. Die moeite wilt doen, die hard wilt werken aan onze relatie. Maar er is iets wat je nog niet kan loslaten vanuit het verleden. Het kan zijn dat er iemand anders is. Het kan zijn dat er iemand is voor iemand anders die u aan het manifesteren is. Dat deze persoon u niet kan loslaten. Het kan een vis, een kreeft, tweeling, maagd zijn. Maar er is stagnatie. Dit is iemand die zich heeft teruggetrokken. Om over alles na te denken, maar toch nog een wens heeft. Een wens heeft. Je bent een wensvervulling voor deze persoon. Deze persoon hoopt nog steeds op u. En dit is iemand die zich van zich gaat laten horen op een zeer oppervlakkige manier. Er kan misschien wel nog wat ruzie in de lucht hangen. Maar er liggen hier wel angsten en onzekerheden. Kan hier iets niet losgelaten worden? Ja, je bent een nieuw begin aan het manifesteren. Dus als er iemand terugkomt waar je een separatie mee hebt, die altijd is gaan lopen, heb ik het gevoel dat je deze persoon toch geen tweede kans gaat geven. Jij bent echt een nieuwe, emotionele, beschikbare relatie aan het manifesteren. Maar er is iemand die je niet los kan laten. Maar ik heb heel sterk het gevoel dat hij gewoon in jezelf gaat investeren. Hij gaat jezelf op de eerste plaats zetten. Hij gaat zoiets hebben van, nee, ik wil iemand die in onze relatie investeert, die moeite doet. Die in de vorken wil doen, die eigenlijk die dankbaarheid, die vrede wil, die eigenlijk een lange vaste termijn relatie wil met emotionele beschikbaarheid. Dit ben jij aan het manifesteren. Het kan natuurlijk ook zijn dat er iemand u niet kan loslaten en dat deze persoon een nieuw begin met u manifesteert, die uiteindelijk wel wilt gaan investeren. Maar we gaan het zien, hè. Vertel me hier over de 5 van kelken. Want er kan hier echt geen dingen losgelaten worden. Het is echt een hele lange strijd. Het kan niet losgelaten worden. Het is echt een strijd om die energie te kunnen loslaten. Er moeten bepaalde dingen geheeld en verwerkt worden om het te kunnen loslaten. Dus het kan zijn dat het echt een strijd is van in en uit je leven met een bepaalde persoon. Maar jij wilt een volledig nieuw begin. Jij wilt die nieuw beginnen in overvloed. En dit is eigenlijk een proces waar je uit gaat ervan groeien, je gaat ervan leren. Uiteindelijk ga je de sleutel vinden. Het oplossing. Het kan zijn dat je ook veel meer gaat gaan sporten nu. Dat je echt meer de healthy weg gaat opgaan.
Ja, er wordt eigenlijk gevraagd om je eventjes terug te trekken en voor jezelf na te gaan. Van kijk, ik wil ook in mezelf investeren. Dus de investering kan niet alleen van de andere persoon komen, het moet eigenlijk van beide komen. Dus als jij in jezelf investeert, moeite doet voor jezelf, je eventjes terugtrekt en alles op een rijtje zet wat jij wilt, is het ook veel gemakkelijker om bepaalde situaties te manifesteren die je van geluk brengen. Dat je wensen zijn. Want deze persoon waar je mee te maken hebt, is een en al negatief. Dit is iemand die aan schaduwkanten moet werken. Enorm aan schaduwkanten moet werken. Maar het blijft een negatieve energie met deze ene persoon. Sorry, mijn maag sloeg op. Maar er ligt hier een nieuw begin. Jij bent een nieuw begin aan het manifesteren. Maar het aantrekken, afstoten is echt een strijd tussen jullie. Dat is echt een strijd tussen jullie. Maar hij gaat je terugtrekken. Het kan zijn dat je Ernst Leeuw in je chart hebt, maar jij weet wat je wilt. Je gaat echt in je kracht staan. Je gaat echt in je kracht staan. Jij weet wat je wilt. Karmische rechtigheid ligt ook bij uw uitkomst. Wat al wel goed is. En onderaan heb ik leeuwenergie. Dus ik heb hier wel leeuw-vis-weegschaal-energie. Misschien heb je ergens weegschaal-leeuw-vissen in uw chart. Of deze persoon heeft dat in zijn haar geboorte-astrologie. Maanteken, zonteken, ascendanteken. Maar er liggen hier wel wat. Kijk wat je eigenlijk totaal niet ziet. Hè. We hebben hier de karmische gerechtigheid geheim. Dus je ziet iets niet. Je gaat je karmische gerechtigheid niet zien. En hier heb je opnieuw de karmische gerechtigheid met iets dat je niet ziet. Dus het is echt wel een terugkerende boodschap. Dus wat je eigenlijk niet ziet, is dat jij uiteindelijk de touwtjes in eigen handen gaat nemen. Jij gaat groeien naar de keizerin of je bent al in de keizerin energie en je gaat er ook in blijven. Dus je ziet eigenlijk niet dat er karmische gerechtigheid naar je toe gaat komen. Want jij staat in je kracht. Maar er is wel iemand die toch diepe gevoelens heeft hoor, voor u. Maar dat wordt echt onder water gehouden. Dat wordt niet doorvoeld, doorstaan. Het kan zijn dat jij ook nog een beetje kampt met angsten en onzekerheden. Dus wordt wel gevraagd om meer uw intuïtie te gaan ontwikkelen. Maar je gaat in uw kracht komen. Er wordt gevraagd om in die kracht te komen. Maar er is iemand die je niet kan loslaten. Je bent een emotionele vervulling voor deze persoon. En dit is iemand die de liefde gaat willen brengen. Want jij valt hier weer uit als de keizerin. Dus er is wel iemand die je niet los kan laten. Dus terwijl dat jij iets nieuws aan het manifesteren bent, is er een andere persoon die je niet los kan laten. Maar het gaat allemaal duidelijk worden. De waarheid gaat naar boven komen. Er gaan bepaalde situaties in balans komen. Je ziet het niet. Dit is wat er nu eigenlijk achter de schermen aan het gebeuren is. Het zijn redelijke duidelijke boodschappen die naar voren komen eigenlijk. Dus we gaan even kijken. Welke orakelkaart kan je nog ontvangen? Om deze reading af te sluiten. Dus ik heb heel sterk stier, weegschaal, leeuw, maagd, tweeling, schorpioen en vis, kreeft heb ik ook. Het kan zijn dat deze persoon echt wel diepe gevoelens heeft voor u en dat deze persoon echt wel met de waarheid naar je toe gaat komen hoor, om de plooien glad te strijken hoor. En het kan zijn voor sommigen onder jullie gaan jullie een nieuw begin starten met deze persoon. Anderen onder jullie manifesteren een volledig nieuw begin zonder deze persoon. Gewoon totaal met iemand anders. Unsatisfied. I wasn't happy the way things were going. Het kan zijn dat jij op dit moment echt niet blij waart met hoe de dingen allemaal zijn verlopen. Het kan natuurlijk dat het de energie is van de andere persoon. Totaal niet blij.
En het kan zijn dat deze persoon daar wel om treurt. Daar wel verdriet over heeft. Maar dat voor zich houdt eigenlijk. Dat gewoon niet meedelen met u. Gewoon al de emoties onder water houden eigenlijk. Waarop er bepaalde situaties tussen jullie zijn gesaboteerd. I mess up the good things in my life sometimes. I left when things go hard. Want het is iemand die is gaan lopen. Dus het werd veel te hard. En deze persoon is gaan lopen. Maar ik voel dat er karmische gerechtigheid gaat komen. Het gaat uitgesproken worden. Sowieso. Ga jij met deze persoon een nieuwe start maken? Het kan. Voor anderen onder jullie. Ga je een nieuwe start maken met iemand anders. Gewoon openstaan voor iemand anders eigenlijk. Maar probeer ook die zelfliefde te ontwikkelen. Het is wel iemand, I'm still trying to heal. Dus het is wel iemand die probeert om te healen hoor. Maar dan moet deze persoon echt door die schaduwkanten gaan. Dan gaat die persoon dat echt wel moeten doen. Het zal heel negatief aanvoelen. Maar deze persoon zou wel kunnen terugkomen in zijn haar kracht. Waarvan er een transformatieproces in ligt. Want er moeten bepaalde situaties opgeofferd worden. Dit is wel iemand die hulp nodig heeft. Dus de keus ligt wel bij u, kreeft. Jij manifesteert een nieuw begin met deze persoon in een nieuwe vernieuwde energie. Anderen manifesteren een totaal nieuw begin. Zo, kreeft. Ik hoop dat deze reading duidelijkheid heeft mogen brengen. Dat je antwoorden hebt mogen vinden. Ik ben jullie super hartelijk dankbaar voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye.